Mijn naam is Bernard Schokkaert. Ik ben anesthesist en intensivist. Ik zal voornamelijk werkzaam zijn hier in Rumbeke, als ook in Torhout. Ja, dat was eigenlijk voor mij een relatief evidente keuze. Niet enkel vakinhoudelijk, ook breder maatschappelijk. Er zijn voor andere mensen en andere mensen helpen. Dat is eigenlijk voornamelijk mijn grootste drijfveer. Doorheen mijn opleiding was ik al snel geprikkeld. Niet enkel voor het technische, maar eigenlijk ook datgene wat anesthesie en intensieve zorgen inhoudt. Zorgen voor de meest kritieke patiënten. Maar ook het faciliteren eigenlijk van noodzakelijke onderzoeken of heelkundige ingrepen. Dat is toch iets wat de anesthesie en intensieve zorgen uniek maakt. Ja, dus ik heb bijkomende bekwaamheid verworven in de intensieve zorgen. Mijn motivatie daarvoor was eigenlijk de kritiek zieke patiënt, maar in zijn brede aspect. Niet enkel de patiënt zelf, maar ook het multidisciplinair aspect. Het samenwerken met het team, met de verpleegkundigen, met de zorgkundigen. Maar ook het sociaal kader van de patiënt, want een ziekte is breder dan enkel de ziekte. Ja, laten we het zo stellen, veel. Het is een ziekenhuis in volle groei. Dat ik denk dat heel veel potentieel heeft. Er zijn meerdere plaatsen waar ik zeker geëngageerd voor ben om in door te groeien. Mijn interesses liggen ook zeker ook in het wetenschappelijk domein als ook onderwijs. Dat zijn zaken waar ik tijd wil in investeren.